Erven. Wanneer je overlijdt, gaat je vermogen en of je schulden naar je erfgenamen. Wanneer je geen testament hebt opgesteld, dan zijn automatisch je erfgenamen de bloedverwanten. En wat zijn de bloedverwanten? Dat is je partner en je kinderen. In een testament kun je wel regelen wie er nog meer recht heeft op jouw erfenis of een deel van je erfenis. En dat betekent dus dat dat vooral dan mensen zijn die niet tot je bloedverwanten behoren. Je hebt wel eens gehoord dat kinderen onterfd zouden worden. Nou, dat heeft eigenlijk geen enkele zin, want kinderen hebben sowieso recht op het erfdeel, het standaard erfdeel. Erfrecht, dat hangt ook weer samen met de vorm waarin je getrouwd bent, of in ieder geval je samenleving hebt geregeld. Nou, over het algemeen is dat met trouwen het best geregeld. En ik ga ook hier weer de drie verschillende huwelijksvormen met jullie doornemen en dan met betrekking tot het erfrecht. Nou, wanneer je in een beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd, wordt er sowieso een onderscheid gemaakt in het eigendom van de partner en het gemeenschappelijk eigendom. Erfgenamen hebben recht op dat deel van de overledene en de helft van het gemeenschappelijke eigendom. Want dat is namelijk ook nog van de overledene. Dus hij heeft zijn eigen deel, wat van voor het huwelijk is, en natuurlijk de helft van het gemeenschappelijke deel. Wanneer je in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd, nou, dan is eigenlijk ook met betrekking tot het erfrecht de makkelijkste vorm. Want alle bezittingen en schulden zijn voor de helft van de overledene en de andere helft van de partner. En dat betekent dus dat de erfgenamen dat deel van de overledene erven. Nou, de partner die ontvangt dan vaak de helft van de overledene en de kinderen de andere helft. Wanneer je onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, en dat is nu de standaard, dan zie je dat dat precies hetzelfde werkt als wanneer je in beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd. Nou, na het overlijden van de partner mag de langst levende partner zijn of haar erfdeel en dat van de kinderen blijven gebruiken. En dat is vaak het geval wanneer de huwelijkspaar een eigen huis heeft, want dat betekent dat de langst levende partner nog in het huis mag blijven wonen. Men noemt dat het vruchtgebruik van de woning en de kinderen krijgen daarmee een vordering in geld, wel vooral op papier, op hun langst levende ouder. Dat betekent dus dat de langst levende ouder een schuld heeft bij de andere erfgenamen. Nou, wanneer je erft, moet je daar belasting over betalen. Maar voordat je belasting betaalt, heb je nog recht op een vrijstelling. En deze is afhankelijk van de relatie die je hebt met de overledene. Nou, de partner heeft de grootste vrijstelling. En dat betekent eigenlijk dat de partner bijna altijd belastingvrij erft. Bijna altijd. Want je ziet dat de vrijstelling ruim 650.000 ligt. Is de erfenis groter dan dat bedrag? Ja, dan ga je wel belasting betalen. Nou, de kinderen hebben een aanzienlijk lagere vrijstelling. Want die ligt op ruim 20.000 euro. Nou, wat is dan het belastingtarief? Op zich valt dat nog wel mee, maar dat is gelaagd. Partners en kinderen betalen tot een kleine 125.000 10% en alles daarboven betaal je 20%. Dat wordt wel meer naarmate je verder afstaat van de overledene. Dus kleinkinderen en overigen betalen een hoger percentage. En dat was het erfdeel. Nou, succes met de resterende opgave en tot de volgende keer.